David Dekker, we zagen jou in de eerste sprint van de Tour of Guangxi wel een beetje meedoen. Is dat het doel voor deze week? Ja, zeker. Ja, gisteren ging ik iets te enthousiast, iets te vroeg aan. Maar ik dacht, ja, ik kan nu, dus ik ga maar. Maar door de laatste 50 meter viel ik stil. Dus kwamen ze links en rechts er voorbij. Maar ik hoop zeker nog beter te doen deze week. Ja. Je hebt dit jaar al wel een paar keer meegesprint. Ook 2 keer podium gereden, denk ik. Hoe kijk je terug op dit afgelopen seizoen? Een beetje met gemengde gevoelens. Het voorjaar was zeker wel goed. Een paar keer voor mezelf gereden en vooral ook heel veel goed werk voor de ploeg geleverd, waarbij echt wel goede resultaten werden gehaald. De Giro vond ik vooral jammer dat ik niet kon uitrijden, dus dat was heel erg jammer. En het tweede deel van het seizoen ging het in Polen, kwam ik eigenlijk met een hele goede vorm aan. Daar vond ik hard gevallen en sindsdien is het eigenlijk iets minder geweest. En hoop ik vooral deze week nog een goed eind ervan te maken. Hoe moeilijk is dat in een ploeg als Arkea? Want jullie hebben altijd heel veel snelle mannen, heel veel mensen die misschien ook een beetje op hetzelfde niveau zitten in zo die najaarskoersen. Hoe moeilijk is dat om je plekje af te dwingen? Dat is natuurlijk altijd lastig. Ik bedoel, als ik ga zeggen van dat valt allemaal mee, dan sta ik ook met te liegen. Nee, dat is wel lastig. Maar het is vaak ook een beetje het onderling, het geven en nemen en het elkaar gunnen van als ik vandaag jou help en dan krijg ik morgen mijn kans en dan ook vertrouwen hebben dat die ploeggenoot dan het morgen ook 100% voor jou alles doet om aan een goed resultaat te helpen. En als dat er is, dan valt het een stuk meer mee om het af te dingen of om jezelf een keer op te offeren. Ja, het is niet altijd de ploegleiding die beslissingen neemt. Jullie kunnen dat als renners ook onderling dan? Ja, nee, kijk, de ploegleiding doet daar zeker wel zijn zegje in. Maar zeker als we met bepaalde rennersgroepen op pad zijn, is dat echt wel vanuit de renners zelf al heel wat solidariteit en initiatief in om daar een goede band in te smeden. Dat je echt voor elkaar werkt en weet dat je kans ook komt op een bepaald moment. Ja. Je staat momenteel ook nog in de lijstjes van renners die zonder contract zitten volgend jaar. Is dat ook hoe de situatie op dit moment is voor jou? Ja, dat is op dit moment nog zeker zo. Ik zal niet bij Arkea blijven. Maar tegelijkertijd weet ik ook niet waar ik volgend jaar wel zal rijden. Jammer genoeg. Hoe staat de situatie ervoor? Ben je met ploegen in gesprek? Is dat iets waar je manager aan het doen is momenteel? Ja, die zijn hartstikke druk natuurlijk. En er spelen wel wat dingen, maar tegelijkertijd staat er nog niks zwart-wit op papier. Tot die tijd ga je er zelf als renner ook nog niet geen conclusies uittrekken. Speelt dat deze week bij jou? In de koers zelf niet zo, want ik probeer juist er zo weinig mogelijk mee bezig te zijn. Omdat ik denk dat het ook alleen maar op een negatieve manier je kan beïnvloeden als je te geforceerd gaat rondrijden en te veel met die stress rond zit. Maar het speelt wel gewoon dagelijks in je hoofd rond. Dus dat is zeker wel een last die je hebt. Ja, want ik denk iemand die tweede kan worden in een Giro-rit, die heeft wel iets te bieden als sprinter. Heb je het gevoel dat je jezelf voldoende hebt kunnen bewijzen? Ja, nee. Ik denk dat ik zeker wel af en toe zelf heb laten zien dat ik het voor mezelf kan. Maar ik denk ook zeker dat ik in dienst van een veel betere sprinter ook heel goed tot mijn recht kan komen. Of dat nou als laatste man is of misschien daar de man daarvoor. Maar ik denk dat ik dat zeker ook kan. Dat heb ik hier in de ploeg ook al een paar keer laten zien. Ik heb dit najaar best wel het koers ook met Arnaud de Maak gereden. Maar die heeft dan ook best wel zijn vaste lead-out. Waarin ik dan niet zomaar de laatste man word. En dat ik er vaak al vroeger aan het werk moet. Maar dat is ook werk wat ik gewoon leuk vind. En waar ik denk dat ik ook heel goed in kan zijn. Dus op dat vak is het wel jammer dat niet zomaar op andere ploegen uitstraalt blijkbaar. Ja. Hoe ziet jouw droomploeger dan uit? Dat is dan een goede kopman vinden en af en toe voor jezelf kunnen gaan? Ik denk het wel. Ik denk dat vooral dat het dan in de grotere sprints voor een kopman zou zijn. Gewoon een topsprinter uit de World Tour zou zijn als je het over het droomscenario hebt. En dan altijd een kleinere eendaagse koers of misschien een kleine etappekoers. Als je een keer niet met een topsprinter op pad bent, dat je een keer voor je eigen kans gaat inderdaad. Ja. Heb je nu het gevoel dat je jezelf deze week meer moet bewijzen? Ergens zit dat wel in je achterhoofd. Dus de wielersport is gewoon op dat vlak gewoon heel opportunistisch. Dat als je 1-2 goede resultaten dit jaar op dit moment neerzet, dan gaan er heel veel ploegen die misschien nog twijfelen voor die laatste plekken, die zijn dan opeens wel overgehaald. Dus op dat vlak speelt het altijd wel door je hoofd van als ik hier een uitschieter heb, dan kan dat wel wat veranderen. Dankjewel David. En ik hoop dat